en met 1.15.55 moet Dan Jensen ernstig vrezen voor het verlies van zijn bronzen positie. Twee Japanners dan tegen elkaar. Hier op de voorgrond in de buitenbaan gaat die starten Yasushi Kuroiwa, de man die op de 500 meter vanmiddag zo jammerlijk ten val kwam en dus voor het klassement is uitgeschakeld. En zijn tegenstander is Yuji Fujimoto in de binnenbaan, afkomstig uit Obihiro, een plaats waar ook een kunstijsbaan ligt. En Fujimoto staat nog op een alleszins acceptabele positie na drie afstanden, namelijk op de zesde. Fujimoto was gisteren op de 1000 meter vijfde en Koroi was zesde. Ze ontlopen elkaar dus niet veel. Opening 16-9. Een evenaring van de snelste opening tot nu toe. Fujimoto aan de leiding, maar hij moet nu de buitenbocht in. Maar Koroi lijkt gedesillusioneerd door die val op de 500 meter. Die komt er lang en aan niet meer bij. Fujimoto gaat deze rit dicteren. En noteert de tussentijd op de 600 meter van 44-7. Iets langzamer dan in de vorige rit. Gelijk aan die van Guy Thibault, die nog altijd de snelste eindtijd heeft. En het ziet eruit dat die Fujimoto in ieder geval beter door die laatste bocht heen komt. Kan dat ritme hoog houden? Dat is belangrijk. Daar komt zijn eindtijd. 1.14.61 is het de kloppentijd. Ook hij haalt dat niet. 1.15.15. Maar hij is wel sneller dan Guljajev. En ook sneller dan Dan Jensen.